Welkom bij Los op Schijndel. Met in deze uitzending onder andere Para Games, CD-presentatie van de Bokma Boys en het schaapscheerdersfeest bij de Schaapskooi. Hallo allemaal. Namens al onze medewerkers van harte welkom bij Los op Schijndel. Het wekelijkse programma met nieuws en reportages van Schijndelse bodem. Wil je straks deze uitzending of een item terugkijken? Ga dan naar onze website losschijndel.nl. Voor nu veel kijkplezier met het eerste onderwerp van deze uitzending. Paragames. Ook dit jaar werden de Paragames weer georganiseerd op verschillende locaties door Schijndel. Paragames Schijndel, opgericht in 2008, wil met deze jaarlijkse sportdag het sporten bevorderen, promoten, stimuleren en activeren van mensen met een beperking. In diverse sportonderdelen werd er weer fanatiek gesport. Het gaat tijdens de Paragames niet om het winnen, maar om het plezier om te sporten. Scheidsrechter, opgelet.
CD-presentatie van de Bokma Boys. Op 21 mei 2016 vond in het Weibos de CD-presentatie plaats van de Bokma Boys. De Bokma Boys is een Weibosse band die voornamelijk bluegrass en Irish folk music speelt. De CD is hun eerste sinds het bestaan van de band. Inmiddels 35 jaar en is getiteld Bij ons in het Weppes. Het lied is bedoeld als tegenhanger van het Schijndelse mooiste plekske. Heel Weibos was uitgelopen en ook wij waren erbij. Kijk je mee! Maar ik heb het goed, sorry. I hear a train is coming, it's rolling around the bend. Hi, ik ben Hans Klaassen en speel banjo. Goedendag, ik ben Toon van Nommelen en ik speel viool. Ik ben Henry Rovers, ik speel contrabas en accordeon. Piet Vergeffen op de mandoline. Ik ben Tony Rovers en ik speel gitaar. Always be a good boy, but you have a Samen zijn wij de Bokma Boys uit Weibos. 35 jaar geleden zijn ze begonnen met drie personen. Dat was mijn broer Henry, Piet en mijn neef Hans. Ze zijn met drie gitaren begonnen muziek te maken. Dat vonden ze een beetje eenzijdig. Drie gitaren was niet alles. Toen hebben ze besloten om instrumenten erbij gaan te pakken. Dus is Piet op de mandoline gaan spelen. Als een Henry op contrabas en Hans die pakte de banjo. Ik mocht erbij komen en ik deed de gitaar. Een paar jaar naar de rand hebben we de groep aangevuld met Tony van Nommelen hierachter. En die had de viool. En zo is eigenlijk de Bokma Boys ontstaan. Bokma Boys die komt eigenlijk van wij drinken met vieren Bokma. En hij dronk Johnny Walker, whisky. Dus officieel zijn we eigenlijk Henry Walker en de Bokma Boys. Maar om het eenvoudig te maken, hebben we nu voor het gewoon de Bokma Boys. Hallo.
Ja, het is een beetje bluegrass, country, Iers, van alles een beetje. Ja. I kept moving on, never fall down the line. Cause it was a prison, that's where I want to stay. And I let that lonesome whistle. Nou, ons streven is natuurlijk een tweede cd. Die zal er misschien nog wel eentje keer komen. Die gaat dan waarschijnlijk heten The Best Of. En mocht het ook zover komen dat we op Aspop komen, als we daar met z'n allen over eens zijn, of we maken nog een keer een mooie tour ergens, wie weet, dan... Maar we hebben er heel veel schik in en we willen eigenlijk, zoals we nu doorgaan, gewoon puur voor de fun. Lekker een deuntje spelen met z'n allen in ons eigen studiootje, met een borreltje erbij. En dan hebben wij de meeste lol. Je rond de toffel zo in huis komen, niet echt versterkt anders. Nou, gewoon lekker onder elkaar, lekker samen zingen. En het goede doel blijft welkom. We spelen al jaren voor het goede doel. En dat is ook een van onze... I play my invisible to my first and only love. It's my last and only as gentle as I go. She threw her arms around me, said, "Hey Johnny, I love you still." Since that the farmer's daughter and the bride from Spencer Hill. We zijn bij Schijndel Swingt zijn we ooit aangesproken, drie man. Van, kunnen jullie niet eens een keer een liedje over Wijbels maken? We horen hier al zo vaak het liedje over Schijndel, hè? Het mooiste, schoonste plekje. En dan zeggen we, nou, dan zijn we gaan we doen. En dan gaan we dat opnemen, op een cd zetten. En dan wordt dat hier in no time gepresenteerd. Alleen dat no time is wel langer geworden. Het heeft wat tijd gekost. Maar eindelijk is hier dan, op onze nieuwste eerste cd, staat nou het liedje Bij Ons in het Werps. Het liedje is zelf geschreven door ons, alleen we hebben het deuntje hebben gepikt uit Ierland. Tegen niemand zeggen. Dit is onze nieuwste cd, ook onze enige eerste cd, helemaal in eigen beheer opgenomen, getiteld Bij Ons in het Werps. Dankjewel, jongen. Ja, de zanger hier, dat ben je, hoor. Dankjewel. Ja, volgende nummer weer. Bergvolk is niet meer, de hei is nou de duin weg. De meulen malden toen nog graan en rok. Ja, het Werpus is veranderd en een deel komt niet meer terug. Maar mensen, we weten het allemaal nog. In deze mooie klein dorpje, bij ons in het Werpus, pak niet uit hoe het of wie je bent. Een kerk en een café, die altijd open waren. Ja, in Durke worden we elkaar allemaal kent.
Walter sliep met Skoon. Van Durp tot Ondeblanke, de romkar haalde melk op Berrenboe. Het hout kwam van de kloos, die haar is koorts te plakken. En denken in de verre kolenboer. In dit mooie klein dorpje bij ons in het Werpen smakt hier hoe je hebt of wie je bent. Een kerk en een café die altijd open waren. Ja, in dorpje wogen mekaar allemaal ken. Het hondje was bestoon en Bertha was de dienstmeid. Biljetten in de babysen in de kroeg. Het dorp zat vol mijn leven, over alles viel te proten. Er waren weinig dingen die je niet moet. In dit mooie klein dorpje bij ons in het Wembers mag niet hoe je het of wie je bent. Kerk en een café, die altijd open waren. Ja, in Durpke worden we elkaar allemaal ken. Die tijd die is voorbij, en het Wembers is veranderd. Schoon plekske waar ik geboren ben. Ja, ons dorpje is gegroeid, maar het mooie is gebleven. Ons dorpje worden we trots op kunnen zijn. In dit mooie klein dorpje bij ons in het Werpen smakt hier hoe je het of wie je bent. Een kerk en een café die altijd open waren. Ja, in het dorpje worden we elkaar allemaal kennen. In dit mooie klein dorpje bij ons in het Werpen smakt hier hoe je het of wie je bent. Een kerk en een café die altijd open waren. Ja, in dorpje mogen we elkaar allemaal ken. Ja, in dorpje mogen we elkaar allemaal ken. Scheerdersfeest bij de schaapskooi. Op zondag 22 mei was er bij de schaapskooi een demonstratie van schapen die geschoren werden. Hun dikke vacht maakte plaats voor een mooie witte huid. Veel belangstellenden trokken erop uit om een kijkje te nemen hoe het schaap van zijn dikke vacht verlost werd. Kijk mee naar een impressie. Een goeie morgen. Grote? En boven een kleine. En die kleine gaat heel snel zo. Kijk. Oh ja. Zag je? Die gaat heel snel zo. En als hier nou iets tussen komt, joep, dan gaat het eraf. Dus als je haren daartussen komen en hij gaat heen en weer, dan gaat hij eraf. Want die zijn allemaal hier heel erg scherp. De meisjes, ja. Ja? Gezien? Schaapscheren. Jij moet ook schaapscheren worden vroeger, hè? Thank you.
Dan zit men zijn hoofd tussen de benen, helemaal zo achterover. Is dat niet zierig? Nee, want als hij overeind komt en zijn huid, die gaat net als bij ons op onze leeftijd, wat ribbelen, dan heeft hij ook de huid. Ja, ja. Dus als het heel snel gaat, dan heb je regelmatig een stukje huid, omdat het ribbelt. Ik probeer steeds de huid heel strak te houden. Ja. Dan ga ik over de huid. Mocht er iets komen, dan kan het een deek zijn of een flow of zo, die, kan ik ook, die scheer ik ook gewoon door midden. Ja. Als er die zit. Ja. Ja? Maar liever niet de huid. U bent hier in de Vlaamse schuur van de Schaapskooi Schijndel. Ik ben Renske Gravelijn en ik begeleid hier het werken met de wol van de schapen die in Heems hier zijn. De vacht die is gevild. En achter op die vacht zie je de viltlaag zitten. En voor zie je de haartjes zoals een schaap er mooi gewassen uitziet. Hier ligt een stadium daarvoor. Deze bol is net van het schaap afgeschoren. De vachten van het Drentsheideschaap, Veluwsheideschaap, Schonebeker, Zwartbles en het Kempisheideschaap. Uitgezonden. In de rubriek Ingezonden Uitgezonden tonen wij eigen gemaakte filmpjes van onze kijkers. Wil je ook dat jouw filmpje wordt uitgezonden? Stuur dit dan naar inuitgezonden@losschijndel.nl. Deze keer hebben we een filmpje van Iris van den Heuvel. Iris moest voor school een projectopdracht maken. Ze moest een muziekclip maken. Ze maakte een clip op het nummer Mad World van Gary Jules. Kijk mee naar het resultaat. Find it hard to tell you, I find it hard to take.
When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad world, mad world, enlarging your world, mad world. WhatsApp voor de buurt. In Sint-Oederode is in de wijk Vogelenzang de WhatsApp Nextdoor in gebruik genomen. Met deze app kunnen bewoners elkaar berichten sturen over allerlei onderwerpen. Uiteenlopend van onheil tot de vraag wie er een ladder heeft. Bewoners vertellen over de voordelen van deze moderne manier van communiceren. In de wijk Vogelenzang is ongeveer de helft van de bewoners aangesloten op een gezamenlijke app. Wat die app voor doel heeft en waar die voor gebruikt, wordt verteld Frank Buiting u nu. Deze app wordt trouwens ook in andere woonwijken in Rooi gebruikt. Nextdoor is een app voor op je telefoon. En met die telefoonapp kun je in contact komen met de buren. En het is eigenlijk een app die in Amerika is ontwikkeld en daar veel gebruikt werd. En toen was het idee van ja, dat is vast in andere landen ook van toepassing. Mm. En zodoende is het in Nederland terechtgekomen. Buren, misschien de meest directe buren, die ken je vaak wel. Als het al wat verder in de straat wordt, dan is het alweer een stukje verderop en onbekender. En wie weet zijn er wel hobby's of wat dan ook die anderen in de wijk delen, waar je gewoon helemaal geen weet van hebt dat er iemand waar je nooit contact mee hebt misschien dat ook doet. En via zo'n app zou je dan toch daarmee in contact kunnen komen. Je kan ook gewoon berichten naar elkaar sturen in de vorm van heeft er iemand een ladder tot beschikking, want ik wil van de week iets op mijn dak schoonmaken of wat dan ook. Ja. Dus dat soort toepassingen zijn ook te bedenken. Mm-hmm. Als je iets zou willen organiseren, zo kregen we laatst een berichtje vanuit de Nextdoor app vanuit Nijnsel om een keer mee te komen in Jeu de Boule, of dat er interesse was op die manier. Dus ja, je kan op allerlei manieren in contact komen met mensen in je directe omgeving. Okay. En in principe is het voor elke wijk op zichzelf staand, maar je kunt wel berichten sturen die één wijk verder reiken. Dus de aangrenzende wijken, daar kun je ook mee in contact komen. En dat is ook zeker prettig voor mensen die net aan de rand van een wijk wonen en dus net ook weer wat meer contact hebben aan de andere kant van de wijk. Er is een rubriekje binnen deze app waar dat je wel elkaar op veiligheid kunt wijzen. Maar daar wordt eigenlijk voornamelijk de WhatsApp-groep gebruikt. En met WhatsApp kun je gewoon veel directer korte berichtjes naar mensen in de wijk sturen van ik heb iets gezien, is dat verdacht of niet? En hoe denken andere mensen erover? Of hij is net deze straat ingereden, komt misschien jullie kant op? Dat soort korte berichtjes kun je via WhatsApp net wat beter doen als wat via Nextdoor gaat. En is er ook een relatie met de politie en hun preventieprogramma's?
Er is wel een relatie. De politie zelf die doet niet actief mee aan de WhatsApp-groepen. Maar de verschillende beheerders van de WhatsApp-groepen die hebben ook contact met de politie. Omdat er nog een stukje burgerparticipatie en dat is eigenlijk een groter programma wat daar eigenlijk boven ligt. Maar de politie zelf is niet direct deelnemer in de WhatsApp-groepen. De Nextdoor-app die is zowel op een tablet als op een mobiele telefoon te gebruiken. En voor de WhatsApp-toepassing is net even wat lastiger, omdat die direct gekoppeld is aan je telefoon. Maar voor de WhatsApp-toepassing, die is ook via een PC te gebruiken. Dus dan kun je hem koppelen en dan vervolgens gewoon op de PC gebruiken. En dan zie je op dit kaartje van Vogelenzang, zie je dus de groene plaatsen zijn deelnemende bewoners. En de gele bolletjes zijn huishoudens die er nog niet bij aangesloten zijn. Dus dat is best wel aardig een aardige hoeveelheid. Kun je vanaf je app een paar voorbeelden geven van berichten die er zo de laatste dagen opgekomen zijn? Dat kan. Ik ga eventjes naar de berichten kijken. Een moment. Nou, hier hebben we een voorbeeld waar dat we met de buurt het hebben over om gezamenlijk brandgangverlichting te gaan regelen. Nou, er is ook een keer hier in de wijk bijvoorbeeld een hond gevonden of iemand die fietsdragers te koop heeft. Dus dat soort vraag- en aanbod zaken. Betekent dus ook dat het een soort mini-marktplaats voor de wijk is? Ja, je kan het eigenlijk het beste vergelijken met een soort van prikbord wat ergens in de wijk zou staan, maar dan digitaal, dat je het op je telefoon hebt. En als je daar nou berichtjes op plaatst van wat iets te koop is of je iets wil organiseren, ja, dan kun je het daarop plaatsen. Oké, mensen die meer willen weten over Nextdoor, waar kun je die informatie ophalen? Op www.nextdoor.nl. En daarnaast, als je de app installeert en je meldt jezelf aan, dan kom je vanzelf in de wijk terecht waar dat je woont. En dan kun je contact opnemen met je buurtbewoners die er al ervaring mee hebben. En dan kun je daar vragen aan stellen. Fashion and food. Gemeente Sint-Oederode wil zich binnen de nieuwe gemeente Meirijstrad profileren als Bourgondisch hart. De gemeente mag zich in de nieuwe gemeente onderscheiden met recreatie en toerisme. Het evenement Fashion and Food laat zien wat de gemeente in huis heeft op exclusieve mode en horeca. Het Centrum Management en Roy 2000 hebben Sint-Oederode opnieuw op de kaart gezet en tevens hiermee aangegeven welke rol zij willen gaan spelen in Meijerijstad. Voorzitter Pieter van der Kamp en mede-organisator Marlies Liebrechts van Gerwen vertellen er meer over. Binnen de toekomstige fusie van Meijerijstad krijgt Roy toch de profilering recreatie en toerisme. Daar mogen wij ons binnen Meijerijstad mee onderscheiden. Een van de belangrijke recreatieve aantrekkingskrachten in Sint-Oederode is het mooie centrum hier natuurlijk. En we willen met name de goede mode die we hebben, de sterke mode, de exclusieve modewinkels en de hele goede horeca die we hebben. De restaurants, die willen we als speerpunt gebruiken om Roy op de kaart te zetten. Dat is ons sterke punt, dat is onze grote kracht en die willen we gebruiken daarvoor. En daar is Fashion and Food natuurlijk een exponent van. Dit evenement bewezen dat we echt wel iets zelf kunnen organiseren. We hebben het helemaal op eigen kracht gedaan met ontzettende inzet van allemaal vrijwilligers en van de deelnemers, de ondernemers die daarbij betrokken zijn. Daar mogen we heel trots op zijn. Ik zie dit evenement, die food and fashion, er is in het najaar altijd een lichtere versie van, hè? Die gebruiken we ook, dat heet dan food and fashion 2 of zo, of najaar, food and fashion najaar. Maar het is echt een evenement wat wij
willen inzetten voor de lange termijn. Dus om op de lange termijn Sint-Oederode op de kaart te zetten. Hey, daar moet je zijn om een leuke mode te kopen, om lekker te eten of wat dan ook. En daar kunnen alle andere winkels en alle andere ondernemers in het centrum van profiteren. Natuurlijk, maar er staan nog heel veel projecten zeg maar, in ons centrum en in Sint-Oederode op stapel natuurlijk. Hè. Wat we nog een beetje ondergeschoven is gebleven, dat is de fietsoplaadpunten hè, die we hier in het centrum hebben. Hè. We hebben in Sint-Oederode meer dan 100 gratis oplaadpunten. Dat willen we ook nog goed in de pers en in het land naar buiten brengen. Dat houdt af en toe ook wel in dat we binnen Meijerijstad niet meer het braafste jongetje van de klas zijn. We gaan echt wel wat stoute dingen uithalen om Sint-Oederode lekker te laten onderscheiden. Ja. Is wel om het Bourgondisch hart van Meijerijstad te worden, te zijn eigenlijk, het leisure hart. In Sint-Oederode kom je om te genieten, om gezellig rond te lopen en te genieten van al het moois wat we te bieden hebben. En dat gaat ook nog wel een stukje verder dan alleen de fashion en de food. Ja. We hebben vandaag ook de kunstroute laten zien in de etalages met kunst van lokale kunstenaars. En dat laat zien dat wij gewoon op vrije tijdsgebied wel wat te bieden hebben. Vorig jaar zijn we natuurlijk gestart met het evenement en toen hebben we heel veel gedaan met ondernemers zelf. Dit jaar hebben we een werkgroep gevormd met een aantal professionals erbij en we hebben gezegd, dan hebben de ondernemers ook iets meer de handen vrij. Die hebben wel allemaal de input geleverd en met verschillende werkgroepen hebben we het geheel gerealiseerd. Dus er zijn mensen verantwoordelijk geweest voor de zondag, voor de vrijdag. En we hebben met z'n allen daaraan bijgedragen om dit neer te zetten. En daar zijn we ook heel erg trots op. Zorg om zorg. TV Meijerij heeft een serie programma's uitgezonden over zorg. In deze aflevering gaat het over verslavingszorg. Er komen niet alleen cliënten aan het woord, maar ook de zorg zelf bij Kentra in Sint-Oederode en het traject met aanvraag van PGB en alles wat daarbij komt kijken. Deze aflevering is niet alleen informatief voor inwoners van onze buurgemeente, maar ook voor onze Schijndelse kijkers. Verslaafd aan cannabis en aan benzodiazepine, Valium voornamelijk. Ja. En ik wou daar een behandeling starten, maar dat kon niet omdat ik nog niet clean was. En je moet 6 weken clean zijn voordat een psychische behandeling kan gestart worden. En toen ben ik hier de detox gaan doen, 4 weken lang. Daarna de dagbehandeling ingegaan hier, maar dat ging niet zo goed. Ik ben toen teruggevallen en daar hebben we besloten om mij nog een keertje op te nemen. Dus ik zit... Ja, nou weer net een week op de detox en het hele riedeltje begint er overnieuw. In de serie Zorg om Zorg, nu een special over de verslavingszorg. Ik ben aan de praat met cliënten en hulpverleners om te kijken hoe dat georganiseerd is en wat Sint-Oederode op dat gebied te bieden heeft. Kentra 24 is een afdeling voor verslavingszorg voor jeugd, voor jongeren van 12 tot 24. Met verschillende verslavingen, waaronder alcohol, drugs en online spelletjes, gamen. Veronderstel, ik heb een zoon die verslaafd is. Hoe komt hij hier binnen? Ja. Nou, de eerste stap is naar de huisarts te gaan. Een stuk verwijsbrief hebben we altijd nodig. De zorg hier wordt ook gefinancierd door de zorgverzekeraars. Op het moment dat je de verwijzing van de huisarts hebt, kan een jongere zich aanmelden via onze centrale locatie van Over de Kentron. Die zit in Vught. Vervolgens wordt de jongere ingeschreven, wordt er een intake gepland met een jeugdmedewerker. Tijdens die intake wordt gekeken welke problemen iemand heeft, welke hulpvraag iemand heeft en welke behandeling daar het meest passend bij lijkt.
En vervolgens komt hij daarvoor op gesprek. Wordt een soort overeenkomst gesloten met de jongeren en ook met betrokkenheid van de ouders. En dan kan er soms overgegaan worden tot een opname. Nou, op de detox zijn er nog geen behandelingen. Dus ja, eigenlijk ben je aan het ontgiftigen in je lichaam. Mm-hmm. Ik ben nu 3 weken clean in totaal, dus als het goed is ben ik al redelijk detox klaar. Mm-hmm. En wat dat inhoudt, dat betekent dat je naar een volgende afdeling kan. En alle afdelingen zijn hier genoemd naar rivieren. Ik zit nu op de Dommel en daarna ga ik naar het Laar of naar het Gender. Mm-hmm. En vanaf daar beginnen dus echt de therapieën. Als jongeren hier komen, hè, dan stoppen ze dus met gebruik en dan zie je vaak dat er allerlei andere problemen onder liggen die naar boven komen. Dus de daginvulling, dagbesteding omvat zowel een stuk sport, een stukje projecten, activiteiten volgen, maar ook een stuk therapie volgen. En dat is therapie gericht op de verslaving, maar ook therapie gericht op de psychische problematiek. Bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijk, hè? Hoe kun je terugkeren naar school, wat is daarvoor nodig? Betrekken van ouders, hè? Hoe ze weer steunend kunnen zijn. Dingen die je moet gaan doen als je helemaal ontgiftigd bent en je bent bezig met therapie. Weet je waar dat op gericht is? Bij mij vooral op abstinent blijven. Abstinent is zorgen dat je eigenlijk nooit meer in aanraking komt met het product waar je aan verslaafd was. Mm-hmm. En terugvalpreventie is bij mij ook echt een hele belangrijke, dat ik ook niet in iets anders terugval, dus dat ik... Ik zat eerst voor cannabis en nu zit ik hier bijvoorbeeld voor alcohol. Nou, dat was weer een ander middel en dat is de bedoeling dat dat dus niet meer voorkomt. Dat is echt gewoon helemaal nuchter blijven de rest van mijn leven. Toen ik op de dagbehandeling zat, zat ik in een groep en dat heet cognitieve gedragstherapie middelen. Mm-hmm. En daar gingen ze echt vooral op voor zorgen dat ik andere denkpatronen krijg over mijn gebruik. Dus dat ik aan bijvoorbeeld bepaalde plaatsen mijd in de stad. Dus ik liep eerst altijd via het station naar de coffeeshop. Ja, die route kan ik nou natuurlijk niet meer nemen. Mm-hmm. Dus ik ga dan met een omwegje, loop een blokje om. En dan ben ik minder in de verleiding om het product te gebruiken. Maar ik kan me slaaf vast, ja. Okay. Het is zo dat we, wat ik net zei, we werken met name dus met een stukje zorgverzekeringswet. Nu is het wel zo voor het stukje natraject, de uitstroom, is het stuk wonen heel erg belangrijk. Hè? Dat een jongere terugkeert naar een veilige woonomgeving. Daarnaast een zinvolle dagbesteding aangaat. Hè? Dat kan op het gebied van werk, maar ook op het gebied van opleiding zijn. Dus de maatschappelijke steun en dat stuk is wel in die zin een hele belangrijke, in die fase met name. Waarin ook jongeren bijvoorbeeld kunnen uitstromen naar de Weidevindse Hoeve, hè, voor een stuk dagbesteding en wonen. En de financiering daarvoor, dat wordt dan georganiseerd via de gemeente en de indicatieaanvraag daarvoor. Oké, en dat gaat dan via een PGB of via ondersteuning in natura? Ja, dat klopt. Ja. Okay. Ja. Iedereen kent de afkorting PGB, maar waar staat het precies voor? Dat staat voor een persoonsgebonden budget. Hoe moet ik dat aanvragen? Waar moet ik zijn? In de meeste gevallen moet je bij de gemeente terecht en bel je met het WMO-loket, geef je aan wat je probleem is, zeg maar, wat je hulpvraag is. En hun kijken dan verder samen met je hoe die hulp te organiseren. Meestal word je dan uitgenodigd. Eerst is het gesprek, dat vindt plaats via de telefoon over het algemeen. En afhankelijk van de uitkomst daarvan gaat de gemeente met jou rond de tafel, keukentafelgesprek, houden om te kijken of je een aanmerking komt voor zorg. Oké. Okay. Die indicatie kan betekenen dat er een geldbedrag komt, hè, een PGB, maar het kan ook betekenen dat er zorg in natura wordt verleend. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zorg in natura is de zorg die gegeven wordt door instellingen. Dat wil zeggen dat het geld rechtstreeks overgemaakt wordt aan die instantie. En bij een PGB is het zo dat mensen een eigen budget krijgen en daarmee hun eigen hulpverlener kunnen kiezen en kunnen uitbetalen. Iedereen die zorg heeft en krijgt, die moet een eigen bijdrage betalen, afhankelijk van je inkomen, de thuissituatie, je partner, zeg maar, die worden allemaal meegeteld in de berekening daarvan. En houdt het in dat je een eigen bijdrage van 0 hoeft te betalen en dat in sommige gevallen kan dat zelfs €2400 per maand zijn. Die aan de keukentafel zit vanuit de gemeente, die bepaalt uiteindelijk wat de indicatie gaat worden. Je zit tijdens het gesprek, kun je je partner of andere mensen die jou eventueel al begeleiden of die verstand hebben van begeleiding, vragen om mee deel te nemen aan dat gesprek, om in ieder geval ervoor te zorgen dat je juiste indicatie krijgt.
Ik ben van plan om hier een studie te gaan starten, okay. Natuurkunde. En ik wil heel graag leraar natuurkunde worden. Zo? Yes, op de HBO moet ik dan beginnen, maar ik heb door omstandigheden heb ik nooit mijn school af kunnen maken. Ja. Dus ik moet een toelatingsexamen eerst nog gaan doen. En, maar ik heb het al helemaal uitgestippeld hoe ik het ga doen en dat ik er kom. En als ik het toelatingsexamen niet mocht halen, dan ga ik gewoon via een omweg en dan kom ik er ook. Ja. Dus ja, fijn. Ik zie hier staan, belonen is het toverwoord. Kun je daar wat van vertellen? Ja, nou, middelen gebruiken, drugsgebruik bijvoorbeeld, is voor jongeren vaak heel belonend op korte termijn. En hoe wij hier werken is eigenlijk te zoeken naar gezonde beloningen in plaats van te gaan gebruiken. Dus als een jongere bijvoorbeeld gebruikt om zich minder onzeker te voelen, gaan wij vooral werken aan hoe kun je op een gezonde manier zeker voelen. Is er een relatie vanuit Kentra 24 met alles eromheen, met het dorp, met bedrijven, wat dan ook? Ja, we proberen de banden wat steviger aan te trekken ook en om onszelf ook wat beter op de kaart te zetten binnen door meer bekendheid te geven. Ze hebben bijvoorbeeld projecten lopen samen met Krans, werken we samen met het Domiaancentrum. Krans is de, het bedrijf aan de overkant van de weg, hè? Klopt, ja. Tuinder. Ja. Ja, klopt. En daar zijn we aan het kijken of er een mogelijkheid is om jongeren daar ook bijvoorbeeld iets van de stageplekken te bieden om ook te kijken of daar hun hart wel ligt, en dat ze daar hun creativiteit in kwijt kunnen. En daarnaast hebben we ook jaarlijks een kerstmarkt waarbij mensen uit het dorp ook worden uitgenodigd om ook eens een kijkje te nemen wat we hier doen en ja, een keer achter de gesloten deuren te komen kijken. Okay, en het Damiaancentrum, wat doen jullie daarmee samen? Nou, dus eigenlijk, er zijn projecten volop in ontwikkeling. Wat we nou concreet hebben lopen is bijvoorbeeld een naaiatelier. Ja, waar cliënten wekelijks naartoe kunnen en de ondersteuning kunnen krijgen, ook vanuit de vrijwilligers vanuit daar, om samen het een en ander op poten te gaan zetten en ook te kijken, nou ja, wat willen ze daar in de toekomst nog mee. Wij runnen eigenlijk een zorgboerderij nu sinds 3 jaar. En eigenlijk is onze droom nu werkelijkheid geworden. Dus wij bieden eigenlijk kleinschalige zorg door middels van 6 appartementen waar we eigenlijk 24 uur zorg bieden. Met elke jongere met een beschermde woonvormindicatie. Een beschermde woonvormindicatie is eigenlijk een indicatie voor jongeren die eigenlijk met name heel complexe zorg nodig hebben. Met als, uiteindelijk als doel om ook weer door te kunnen groeien naar individuele begeleiding of naar begeleid wonen. Dus de titel, Fairy Tale starts here. Het gaat er zeg maar over, ja, dat het voor mij een heel sprookje was dat ik eigenlijk in een museum mocht hangen met iets wat ik eigenlijk als hobby doe. En wat ik super tof vind. En dat de koningin ineens voor mijn neus stond en zo. Dat is eigenlijk gewoon, ja, een soort sprookje. En vandaar dat ik hem zo heb genoemd. Eigenlijk is het een ontwerp die ik heb gemaakt met de computer. En dat heeft ze afgedrukt op die bond, een soort dun metaal. En in totaal was het toen 1,10 meter bij 1,70. En heeft toen in Brabants Museum gehangen in Den Bosch. Ja, als afsluiter kreeg ik van de media toen, van het NOS, kreeg ik een fotocopie ervan. En dat heb ik hier nog mooi opgehangen. Dat zou zeker mooi zijn, als je van je hobby ook je werk kan maken. Wij zitten hier in Sint-Oederode, Kentra zit ook in Sint-Oederode en we hebben eigenlijk een hele mooie samenwerking met Kentra. Dus wat bieden wij? Een tussenstap. Dus niet meteen vanuit de behandeling direct naar huis, maar eerst zorgen voor een fundering, voor een basis, zodat ze uiteindelijk ook met die behandeling die ze gevolgd hebben, helemaal kunnen zeggen van kijk, nu heb ik genoeg bagage, zeg maar, om ook echt daadwerkelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dat betekent dat ook bijvoorbeeld kan betekenen dat we hier een vangnet afspreken. Dat op het moment dat het misgaat, we de lijntjes met behandelaren en begeleiders daar heel kort hebben. En daarop vanuit ook kunnen ze gaan schakelen van, hey, de problematiek is nu dusdanig. En de terugvallen die komen zo vaak voor. We gaan even een bed op recept, zoals dat heet, bij jullie gebruiken, zodat de jongeren daar terug kunnen naar hun oude situatie. In de hoop dat ze uiteindelijk dan weer hier wel de stapjes weer kunnen maken. Op het gebied van arbeidsmarkten zijn we eigenlijk hele mooie ketenpartners waar we eigenlijk mee samenwerken. Dat doen we eigenlijk ook heel gefaseerd, dus echt stap voor stap. Dus eerst middels een stuk van dagbesteding, zeg maar. En daarbij hebben we bijvoorbeeld hier ook in Sint-Oederode met Puur Brabant hebben we samenwerking. Met Ebbenhout in Eindhoven samenwerking, met I Am One, een horecagedeelte. En daarvanuit kunnen jongeren ook doorgroeien naar bijvoorbeeld M. Hezen of naar Kusters om uiteindelijk ook een betaalde baan te kunnen gaan groeien. Maar
eerst moet je zorgen ook weer dat ze op tijd zijn. Dat ze er iedere dag aanwezig zijn. Dat ze volhouden. Zodat ze dat meekrijgen om uiteindelijk ook echt klaar te kunnen zijn. Om ook een betaalde baan te kunnen gaan krijgen, zeg maar. De financiën van de jongeren is vaak allemaal heel lastig. De jongeren hebben eigenlijk een hele lage uitkering. Dus kunnen ook daaromtrent eigenlijk niet echt stapjes maken. En ook daarin proberen wij te kijken van nou, we gaan ze ondersteunen met de aanvraag van een uitkering. Eventueel een WAJONG-uitkering. Maar dat valt nog allemaal niet mee. Dat is heel lastig. En wij doen ook een stukje crisisopvang. Ouders die eigenlijk één of twee weekenden in de maand eventjes een time-out nodig hebben. Waardoor wij de kinderen, met name de jongere kinderen, hier opvangen. Om in ieder geval ook even de ouders de tijd te geven om weer op adem te kunnen komen. Zodat ze daarna weer samen met hun eigen kind weer aan de gang kunnen gaan. Ik werk met paarden en met paardenwerk kan op diverse manieren. Het coaching kan op therapievorm. Met coaching gebruik je vaak het paard als spiegel. Een paard kan heel goed aangeven wie je bent in communicatie, in leiderschap en qua karakter. Paarden geven heel duidelijk je eigen spiegel, houden ze je voor. En zeker met de verslavingsproblematiek, dat je ze bewust kunt maken van hun eigen zelfbeeld. Ze ook hun eigen valkuilen zien. En daarmee wil je dan door middel van het werk met het paard hun spiegel voorhouden tot ze zelf dingen gaan beseffen. Dit meisje heeft inderdaad paard gereden. Die heeft heel veel last van spanningen op verschillende momenten. En door haar te laten werken met het paard kan je aangeven wanneer ze spanning heeft. Dat was het net ook, want ze wist dat ze gefilmd werd. Dus daardoor ging het in het begin niet goed. En het paard geeft er gewoon aan van oké, er komt iets, er is iets. Dus die wordt ook nerveus. Door haar er te wijzen op hoe ze de houding moet hebben, wat ze moet doen om de spanning naar beneden te krijgen. En het paard gaat dan ook rustiger functioneren. Dan kan ze zelf beleven hoe het werkt. Door middel van weken achter elkaar oefenen en elke keer uitgaan van dezelfde oefeningen en van hetzelfde ritueel, van dezelfde structuur, tot mensen zelf gaan beseffen waar ze tegenaan lopen en hoe ze het kunnen veranderen. Want ze moeten het zelf willen. Peer, jij komt hier voor jouw dagbesteding, hè? Ja. Ja, hoe vaak in de week ben jij hier? Twee dagen in de week. Twee dagen in de week. En wat is de reden dat jij hier bent? Om ontspanning te gaan zoeken. Ontspanning te gaan zoeken, ja. Want jij hebt in het verleden allerlei toestanden gehad met verslavingen, heb ik begrepen. Ja. Kun je vertellen wat voor verslaving je hebt gehad? Drugs, alcohol. Drugs en alcohol. Als ik hier toevallig aankom, maandagsmorgen, stels waar ik naartoe loop, dat is daar, naar de paardenstal. Dat is standaard bij mij. Ik zorg alle beesten hier eigenlijk. Ik woon bij Lunetzorg. Bij Lunetzorg. In Eindhoven. Oké. En dat is een goede combinatie zo voor jou? Het liefst zou ik eigenlijk in deze richting willen wonen. Oké. Want ik wil Eindhoven uit. Je wil Eindhoven uit. En heeft dat te maken met dat je dan minder verleiding hebt voor drugs en zo? Ja, hier kan je niet aankomen. Oké. Hier krijg ik wel meer zelfvertrouwen door. Hier bij de Weijenventse Hoeve eindigen we deze special over de verslavingszorg. Heeft u daar nog vragen over, gaat u dan naar de huisarts of naar het WMO-loket van de gemeente. In your hands, someone else, I can see. Je hebt gekeken naar Los op Schijndel. Dit programma wordt uitgezonden van vrijdag tot en met donderdag om 11 uur 's ochtends, 2 en 5 uur 's middags en 9:30 en 11 uur 's avonds. Vrijdagavond 3 juni zijn we weer terug met een nieuwe Los op Schijndel. Wil je ook dat jullie activiteit wordt uitgezonden? Stuur dan een berichtje naar redactie@losschijndel.nl. Voor meer informatie of uitzending gemist, ga dan naar onze website losschijndel.nl. Mede namens alle medewerkers van Los TV, bedankt voor het kijken en graag tot ziens!